Het haar is verdeeld in een middenscheiding. Aan de bovenkant pak ik een strook, die verdeel ik in 4 plukken. Bij de middelste 2 plukken gaat links over rechts. Rechts gaat er alleen overheen en links gaat er onderdoor en eroverheen. Aan de linkerkant pak ik er een nieuwe strook bij en die gaat er alleen maar onder eentje door. Aan de rechterkant pak ik er een nieuw plukje bij en die gaat er overheen en naar onderdoor. Aan de linkerkant een nieuwe pluk erbij en die gaat er onderdoor. Aan de rechterkant een nieuwe pluk erbij en die gaat er overheen en er onderdoor. Ik vleg deze vlecht naar het midden toe. Als ik in het midden aan de linkerkant geen haar meer over heb, pak ik er niets bij en pak ik alleen aan de rechterkant een plukje erbij. Aan de andere kant begin ik andersom. Ik begin met de middelste 2. De rechter gaat over de linker. De meest rechter pluk gaat er onderdoor. En de meest linker pluk gaat er overheen en er onderdoor. Aan de rechterkant een nieuwe pluk erbij. En samen gaan ze er onderdoor. Aan de linkerkant een pluk erbij en die gaat er overheen en er onderdoor. Aan het einde draai ik de vlechten in elkaar en zet ze vast met een elastiekje. De vlecht zet ik vast met een schuifspeldje. Ik weef hem als het ware door de vlechten heen. Ik kon het niet laten om hem ook nog even los te trekken. Bedankt voor het kijken. En veel plezier ermee!